Eigenlijk zijn we bij Kran van Gelder altijd bezig met verandering. De papiermarkt is continu in ontwikkeling en wij passen onze producten en processen daarop aan. Maar we merkten dat we in de uitvoering nog wel een slag moesten maken. En we waren heel goed in het uitdenken van verbeterplannen, maar in de praktijk vielen we vaak terug in onze oude patronen. We hadden last van de crisis, de verkoopcijfers die daalden en de marges stonden onder druk als gevolg van hoge energie- en bulkprijzen. Nou, bovendien maakten we een omslag van bulkpapier naar speciale producten. Ook om die reden moest er anders gewerkt worden. We hebben toen een ambitieuze doelstelling neergezet. Halvering van de voorraden en meer vraaggestuurd produceren. De reactie was toen vooral, dat kan niet. Nou ja, dat motiveerde ons natuurlijk om te laten zien dat het wel kon. Iedereen was niet meteen enthousiast over weer een veranderd traject. Maar het verschil met vorige verbeterinitiatieven is dat BDO het nu vanaf de werkvloer aanpakte. We activeerden medewerkers uit alle lagen van de organisatie om gestructureerd mee te denken over verbeterkansen. Ik leidde een werkgroep standaardisatie en zelfs na hun nachtdienst kwamen ze 's morgens om 11 uur en naar de meeting toe met goede ideeën. Vroeger hadden we hier 10 dezelfde schroevendraaiers liggen. Nu hangt er eentje op het schaduwbord. Er is nu echt een heel andere cultuur. Meer open, met meer energie, dan voor we het traject met BDO starten. Kran van Gelder is weer in de zwarte cijfers. De omsteltijden van de papiermachines zijn gehalveerd. Ja, het gaat op alle fronten weer beter. We hebben heel veel bereikt en daar gaan we volop mee door. Vroeger was verandering een project waar je een tijd mee bezig was. Maar nu is het gewoon ons werk en dat is het verschil.